Dit is Tricolores TV. Vandaag kijken we terug op het competitieduel tegen ADO Den Haag en worden de smaakpapillen van de Tilburgse jeugd getest. We maken de balans op in de ziekenboeg en tot slot kijken we vooruit naar het thuisduel tegen FC Utrecht. Zaterdagavond verloor Willem II het competitieduel tegen ADO Den Haag. In de Hofstad was de thuisploeg met 2-0 te sterk voor de bezoekers. Nou, ik begon dat wij slap begonnen in de eerste helft. David redt ons vandaag denk ik twee keer in de eerste paar minuten. Eerste hoekschop binnen een minuut, getrapt door Holla. Weggekopt door Hans Mulder. En dit schot, zo! Redding van David Meul. Daarna krijgen wij denk ik de controle over de wedstrijd zonder heel gevaarlijk te worden. Met een paar afstandsschoten. Verkeerde keuzes die we maken voorin. Ja, daarna hebben we denk ik in de tweede helft de controle. We hadden alle bal op de tweede helft of op het middenveld. Van daaruit konden we gaan voetballen. Tot aan het doelpunt. En toen was het over en uit. Ik vond het iets minder dan vorige week natuurlijk. Het heeft heel veel kracht gekost. Vandaag was het iets minder duidelijk. Ik denk dat er tot aan de penalty helemaal niks aan de hand is. Ik denk, we geven niks weg, we creëren ook niet veel. Maar goed, dan moet de bal één keer goed vallen en dan is het goed. Ik heb mijn twijfels bij de penalty. Ik kon het niet echt goed zien, maar goed. Het lijkt me niet echt zo zwaar bestraft om rood te geven. Kijk, als je hem geeft, oké. Maar om dan ook nog bovenop rood te geven, ja, dan wordt het moeilijk met 10 man. De hoekschop levert een strafschop op. Een strafschop voor ADO Den Haag, omdat Beugelsdijk in de rug wordt gelopen. En Wiedemeijer legt hem op 11 meter en komt ook met een rode kaart. Nou, hij geeft hem wel een beuk van achteren. In slow motion lijkt dat allemaal vrij licht. Ik denk dat wij nog wel redelijk de controle over de wedstrijd hadden. Dat we weinig weggaven. Den Haag had moeite om het spel te maken. En die hikte natuurlijk tegen hun eerste thuisoverwinning aan. Dat wisten wij. En dan het publiek wordt steeds kritischer naarmate het 0-0 staat. En daar zijn we ook vanuit gaan spelen. En ik denk dat we dat goed onder controle hadden. Alleen die rode kaart die breekt alles open. Holla, oog in oog met Meul. Geen fout gemaakt door Danny Holla. Daarna zijn we in gaan zakken, even 10 minuten. Om vervolgens vol 1-1 te gaan spelen achterin. Ja, dan moet je een beetje geluk hebben dat zijn bal goed valt. En hij viel aan de andere kant en dan is het over en sluit. Ja, ik denk dat we vandaag ook een goed gevoel uit deze wedstrijd moeten halen. Nogmaals, als je controle hebt hier in Den Haag. En wij kijken niet naar Den Haag, wij moeten naar onszelf kijken. Er had gewoon weer veel meer ingezeten. En dat is zuur. Het goede gevoel op dit moment is er even minder van over. Omdat wij een rode kaart krijgen die in mijn optiek nogmaals niet terecht was. En omdat we Oré, onze spits, waarschijnlijk geblesseerd zien raken. Ja, dan is het een zure avond. Hij heeft last van zijn rib en... Ja, laten we hopen dat het meevalt, maar de eerste tekenen zijn niet erg positief. Maandag kwam er goed nieuws voor Jordens Peters. Zijn rode kaart werd door de KNVB geseponeerd na het bekijken van de beelden. Dinsdag ging in Tilburg het 7e seizoen van Scoren voor Gezondheid van start. Zoals ieder jaar begon de schooljeugd aan een periode van 20 weken waarin er gezonder wordt geleefd. Om de kinderen te helpen in het kiezen van gezonde voeding waren er dit jaar voor het eerst smaaklessen. Smaakles is een lesprogramma voor het basisonderwijs. Het is een lesprogramma over gezondheid, over bewegen, over voedselkwaliteit en over duurzaamheid. En het zijn allemaal lessen over voeding. En we gaan op een leuke manier het laten beleven hoe je gezonde keuzes moet maken. Ja, het is wel mooi natuurlijk, omdat ik heb het 2 jaar geleden ook meegemaakt. En je ziet wel dat die kinderen een stukje aandacht pakken van je. En ik denk dat het mooi is, zodat ze een leerzame dag tegemoet gaan. En weten wat ze met voeding vooral moeten doen thuis. Stellen ze dan ook nog aparte vragen aan jullie? Nee, het is veel algemeen van ben je voetballer en Willem II. Maar ik probeer ze wel wat bij te leren over voeding vanuit mijzelf door initiatief te nemen. En gewoon de standaard dingen te zeggen zoals fruit eten en niet te veel achter de computer zitten, zulke dingen. Wat voor soort proefjes doen jullie dan met de kinderen?
Nou, bijvoorbeeld een gistproefje waarbij we laten zien hoe brood wordt gemaakt. Hoe de gaatjes in je brood komen en dat het eigenlijk scheetjesbrood is. En kinderen vinden dat heel bijzonder om te zien. En ze onthouden het eigenlijk altijd. Willem II is meer dan voetbal. Naast de gezonde voeding draait het project ook om voldoende lichaamsbeweging. Scoregezondheid is sporten, bewegen, gezond eten en allemaal dat soort dingen dat gezond is. En dat hebben wij vandaag gedaan. En vind je dat ook leuk? Ja, en je kunt er ook van leren. We hebben geschoten in het doel. En dan kijkt zo'n machine hoe hard je hebt geschoten. En we hebben een trappenloop gedaan. En we gingen ook nog in het doel schieten. En er zitten in zulke gaten moet je schieten. En er zitten zulke cijfers op. Als je in die gat doet, als je in die gat schiet, dan krijg je die cijfersnummer. De belofte voor een gezondere levensstijl werd met de spelers vastgelegd in het contract. Medio april wordt het project afgesloten. Nadat de eerste twee maanden van het seizoen bij Willem II vrijwel zonder blessures verliepen, moet Jurgen Streppel de komende weken toch enkele vaste krachten missen. Momenteel werken vier spelers aan hun herstel. Laatste slachtoffer is Aurelien Joachim. Hij is 4 tot 6 weken uitgeschakeld door een gebroken rib. Dat wees onderzoek in het ziekenhuis uit op dinsdag. De Luxemburgse spits liep de blessure op in de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Ja, de result was dat ribs 11 was broken, so it's not so good news. I think when something's broken takes 4-6 weeks. I hope that as soon as possible to come back. I think we see an evolution and how we play and now we find how to play and our game and also at the very bad moment because we have an important game now against Utrecht and also in Venlo, but it's very important for us. And I think the moment is very bad also for the team and for me. So you will be back before the winter break? I hope so. Yes, I hope that in 5 weeks that I'm already on the pitch, but we never see it before. So we have to look and to wait and then we will see. Joachim lijkt in ieder geval de 4 wedstrijden in november tegen FC Utrecht, VVV, Feyenoord en Heracles te moeten missen. En dat geldt ook voor Ruud van der Rijt. De verdediger werd vorige week geopereerd aan zijn linkerknie. In de binnenmeniscus hebben ze een stukje weggeknipt. Daar zat een scheurtje in. En daar hebben ze een beetje weggeknipt, waardoor ik nou eigenlijk geen last meer moet hebben. Hoe was het gekomen dat je geopereerd moest worden? Ja, dat is eigenlijk heel apart. Het kan best zijn dat het al oud letsel is of zo, maar dat ik er nu pas last van gekregen heb. Gewoon tijdens het lopen. En toen is het eigenlijk een beetje ingeschoten. En eigenlijk meer na de training had ik last dan tijdens de training. Dus op een gegeven moment ging het gewoon niet meer. Normaal staat er 4 tot 6 weken voor. Ik herken het van eerdere keren. En toen was het na 6 weken gelukt. Dan moet ik wel zeggen dat herstel nu eigenlijk in de knie er nu al heel goed uitziet. Dus ik verwacht eigenlijk nu dat het al wel sneller moet kunnen. Dus kijk, het is heel moeilijk daar een tijd op vast te pinnen. Maar 4 weken moet het misschien wel lukken. Twee andere geblesseerden zullen waarschijnlijk iets eerder hun rentree kunnen maken. Aanvaller Jeroen Loemoe staat weer op het trainingsveld na een kaakbreuk. En derde keeper Matthijs Brandenhorst herstelt van een knieoperatie. Het is ongeveer hetzelfde wat bij Ruud gebeurd is. Volgens mij heeft Ruud ook een scheurtje in zijn buitenmeniscus gehad. Dus ik denk dat ongeveer bij hetzelfde proces tegemoet gaan. Ja, de eerste 3 weken heb ik constant alleen maar in het karton gezeten. En op een gegeven moment word je daar natuurlijk helemaal gek van. Dan is het wel fijn als je weer het veld op kunt. Ook al is het maar om een beetje te lopen. Maar ja, het mooiste is natuurlijk weer om echt handschoenen aan, voetbalschoenen aan en lekker weer te gaan keepen. Want dat is natuurlijk wel waar je het voor doet. Ja, ik had een botsing met Van Mosselveld en die klapte tegen mijn kaak aan toen ik hem doorkopte. Maar het bleek, we dachten allemaal dat het niet gebroken was. Zei onze dokter wist zelf niet. Zei die, maak afspraak met tandarts, ben je naar tandarts gegaan en die zei uiteindelijk dat het gebroken was. Toen moest ik laten opereren. Ik kan me voorstellen dat dat niet prettig voelt. Nee, het voelt zeker niet prettig. Nee. Maar ik heb er eigenlijk niks van gevoeld. Alleen dat mijn mond een beetje scheef stond. Nou, dat is nou weer allemaal weer goed. Kun je daar mee voetballen of niet?
Nee, voorlopig zeker nog niet. Een bot moet sowieso 4 tot 6 weken goed genezen. En als ik er nou nog 1 tikje tegenaan krijg, dan heb ik de rest van mijn leven last van. Ja, dat is ook een vervelende situatie, hè? Voor jou, dat je ook gewoon dicht bij het team zat. Ja, ik stond RKC basis. En ja, ik weet niet hoe het met PSV stond. Misschien stond ik daar ook wel in de basis, maar ik dacht ook wel uit. Dat is wel zonde, ja. Willem II speelt komend weekend een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Dit duel beleeft zaterdagavond een jubileum. Dan wordt de wedstrijd namelijk voor de 30ste keer gespeeld. Willem II heeft in eigen huis moeilijk tegen de Domstedelingen. In 2006 werd voor het laatst gewonnen. Pittige duels van beide kanten direct in de eerste seconde van deze wedstrijd. De vrije trap van Utrecht in de openingsfase. Wordt binnengekopt. We zijn nog geen 2 minuten bezig en Fortuné zorgt voor de voorsprong voor de bezoekers. Broersen. Kruis heeft overgestoken. Fortuné. Uitgeweken naar de linkerflank. Koptev is nu de diepste spits. Combinatie Fortuné en Kaluwe en hij komt ook nog tot een schot. El Hamdaoui is vertrokken. Opgeleid bij Excelsior en nu opgevangen door Gregor van Dijk. Op de rand van de 16, nee. Hij legt hem erin. En dus is het een penalty voor Willem II. El Hamdaoui. Hij kwam over van Tottenham Hotspur. Daar kon hij niet rekenen op een basisplaats. In Tilburg is men blij met hem, zeer zeker. Want hij schiet Willem II langs zij bij Utrecht. Dit is de gelijkmaker, feilloos ingeschoten overigens door de nieuwkomer. El Hamdaoui is zijn naam. Valencia. Voorzet door vrijwel iedereen gemist. Opgepikt door Hadouir. Hadouir voor zijn rechter probeert het slim en vorm. Tikt hem nog maar net over. Direct opgevangen door Ricky Kruis. Bobsen is Kruis kwijt. Ligt nu op snelheid. Zou kunnen spelen op links. Asue Koto. Maar dit kan ook. Redan met de 2-1. Hij maakt hem niet. Uitstekende redding van vorm. Kargwal. Komt Redan daar nog aan? Ja! Iwan Redan. Met een handige voetbeweging op een prima bal van achteruit van Kargwal. Verdediging van Utrecht verkijkt zich erop. En Redan wipt hem dan slim over vorm heen. En Willem II komt een kleine 10 minuten voor het eind van de wedstrijd op 2-1 voor. Wellicht nog een kans voor Utrecht. Nee, het is gedaan. En dus gaat de overwinning naar Willem II. En dat wordt uitvoerig gevierd. Doordat Willem II afgelopen weekend verloor en directe concurrent NAC won, zakte de Tricolores naar de 17e plaats op de ranglijst. Tegenstander FC Utrecht verrast vriend en vijand dit seizoen. De ploeg van Jan Wouters staat in punten gelijk met Ajax en Feyenoord. Spelen prima voetbal, met name uit Den Haag heeft Raymond Vissers gezien. Spelen ze zeer goed voetbal. Afgelopen week tegen Groningen was het wat minder, maar hebben ze ook denk ik uiteindelijk wel verdiend gewonnen. Dus spelen ja, een vervelend soort voetbal om tegen te spelen. 4-4-2 met heel veel beweging, snelheid, power. Ja, een goede ploeg en staan hier voor niks vierde. Utrecht krijgt weinig doelpunten tegen en dan ook nog je vaste spits voorin is er een aantal weken uit. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Ja, Kevin Brands raakte gisteren in tweede ook geblesseerd. Dus ja, we zullen aan het eind van de week kijken wie we tot onze beschikking hebben. En daar gaan we het mee doen. De wedstrijd tegen FC Utrecht begint zaterdag om 17:15. Kijk voor actuele informatie over de kaartverkoop op willem2.nl. Het zit er alweer op voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Wil je alle losse items uit ons programma nog eens terugzien? Dat kan op willem2.nl. Volgende week zijn we er uiteraard weer. En dan zien we spitse trainer Dirk-Jan Derksen aan het werk. Tot dan!